We zijn in Stedenwijk Midden-Zuid, een heerlijke groene wijk, kindvriendelijk zoals je ziet. Alle voorzieningen op loopafstand, ook een supermarkt dichtbij en ook de A6 is heel snel te vinden vanaf hier. Kom, we gaan naar de woning. We zijn aangekomen bij de woning, Eindhovenstraat nummer 1. Meer dan voldoende ruimte om te parkeren op eigen terrein. Niet voor één, maar zelfs voor twee auto's en zeker met het oog op de toekomst. Elektrisch rijden is dat een aandachtspunt. Het huis is voorzien van onderhoudsvrije houten planken en vooral niets aan doen. Het betreft een tweelaags woning met op zich voldoende ruimte. Maar stel dat je op termijn behoefte hebt aan meer ruimte, bestaat er de mogelijkheid om er een extra etage op te plaatsen. De woonkamer, tuingericht, die tuin daar komen we zo meteen nog op, dat is een verhaal op zich. Prima ruimte, voorzien van een mooie laminaatvloer, netjes afgewerkt, fijne plek. De half open straatgerichte keuken met een mooi groot raam, veel daglicht, een losse koelvriescombinatie en een combimagnetron. Inductieplaat, een mooie kleur uitgevoerd, mooi werkblad. Ziet er prima uit, leuke keuken. Het is een tweelaags woning met op de verdieping op dit moment twee ruime slaapkamers. Dit is de grootste slaapkamer van de twee met twee radiatoren. Waardoor je eventueel hier een muurtje zou kunnen plaatsen en hier nog een derde slaapkamer van kan maken. Maar al met al keurig afgewerkt en een leuke ruimte. De badkamer, basis afgewerkt, wel geheel betegeld. Het is een mooie grote ruimte en dat moet ook wel, want de wasmachine en droogcombinatie die staat hier ook opgesteld. Uiteraard een wastafeltje, hoekje om te douchen, toilet en een raam waardoor het ook fijn is dat er wat lucht en licht binnenkomt. De tuin, ik had het hier al even over. Verrassend groot, met hier een heerlijke plek om te zitten voor als de zon even niet schijnt, onder deze overkapping. En hier een heerlijke plek, mooi bestraat, goede borders en achter in de tuin een mooi schuurtje om het een en ander in op te bergen.